Welkom bij Hufteproef, het programma dat met hulp van de verborgen camera onderzoekt hoe wij in Nederland reageren op asociaal gedrag. Met als belangrijkste vraag, ben jij Hufteproef? Zal ik voor hem meteen... Ja, super, dankjewel. Ik denk dat ze natuurlijk ook geen fans. Anders zit ze niet op Tinder. Wanneer grijpen nietsvermoedende omstanders in? Ja, één boodschap en één kar. En dan mee boodschappen doen? Ik mocht ervoor. Ja, voor één croissant. Als hij zegt nee, dan is het nee. Maar ik mag... Heb jij van je moeder niet geleerd wat nee is? Nou ja, ik denk dat hij niet... Nee, dat heb jij niet geleerd. Nee, maar het is handig, hè? Want het is raar dat je dan op het drukste moment in je eentje boodschappen gaat doen met één arm. Voor onze eerste Hufteproef, boodschap ASO, stellen we onze verborgen camera's op bij deze Rotterdamse grootgutter. De supermarkt is natuurlijk de ideale plek voor Hufteproef. Mensen willen gewoon door, willen naar huis, willen gewoon boodschappen doen. Onze acteurs gaan zich huftig dragen in de rij bij de kassa. En wij gaan kijken wie grijpt erin en wie is Hufteproef. En dit zijn onze hufters van vandaag. Maya en Ruud. In het dagelijks leven staan ze allebei op de plank als cabaretier. Maar het is nog maar de vraag of de klanten van de supermarkt ook zo om ze kunnen lachen. Alle camera's hangen. En daar is ons eerste slachtoffer. Ja, daar gaan we. Ruud laat zich van zijn meest beleefde kant zien en vraagt of hij even voor mag. Zou ik voor mogen? Ja, tuurlijk. Ja? Super, dankjewel. Eens even kijken. Zou een beetje zout Chinees zou zeggen. Nou ja, je weet het niet, hè. Sommige mensen maken daar een dingetje van. Nou, dat is aardig. Maar nu de rest van de boodschappen nog. Even kijken. Zo, doe ik het even zo wel. Ik dacht, dat is geen dingetje. Ik heb één karretje. Ja, ik moet zo de metro nog pakken, dus dan is heel fijn dit in ieder geval. Liefje? Ik sta al bij de kassa inmiddels, hè, dus ik dacht... Ik had je helemaal niet gezien. Ja, super, dankjewel. Oh, mijn excuses. Hi. Lukt dat nog zo? Oh, wat fijn. Ik heb een dingetje. Oh, echt? Oh, nee. Vind je het goed als ik dit even... Oh, even zo? Even kijken, hoor. Oh, lukt dat? Ja, hoor. Wat lief van u. Dank u wel. Lukt dat zo? Gezellig aan het kent de tijd natuurlijk. Deze goedmoedige Rotterdammer kiest eieren voor zijn geld en gaat met zijn kadetjes naar de volgende kassa. Touché, die laten we dichtgooien zodat de volgende klant alleen bij ons in de rij kan. Meneer, zal ik er voor me af of niet? Ja hoor. Klein beetje. Even kijken. Pardon hè, sorry. Kom even langs. Kom eventjes langs. Pardon. Sorry? Wil je dat nou voor mij laten? Ja, even voor je. Die? En ditje. Nee, je mag niet meer voor. Nee? Nee. Oké. Hiervoor? Ja, ik heb alleen maar een paar kleine boodschapjes. Ook niet tussen dus? Oké. Jij hebt langer nodig dan dat wij. Ja, ik heb ook een beetje haast, dus dat is een beetje... Ja, ik heb ook haast. Deze mensen hebben duidelijk geen boodschap aan de praatjes van Ruud, maar het moet toch wel bij iemand lukken. Op naar de volgende klant. Zal ik ervoor mogen? Super, dankjewel. En dat doe ik het heel erg veel wel. Matje, kom even. Eens even kijken. Pardon. Kom even tussendoor. Kom er dan even tussendoor, hoor. Kijk eens. Gaat u mij dit tellen, sir? Ja, dit zijn boodschappen. Nee, nou, dan moet u maar even wachten. Als u alles... Maar ik mocht toch voor u? Nee. Dat alleen was... Sorry. Wat bedoelt u? Kijk, al die boodschappen. Ik ga eerst dan. Ik dacht dat dit alleen was. Oh, nee, nee. Dit moet... Nee. Ja. Sorry. Logisch. Hier dan nog tussen, of niet? Super, denk ik. Lukt even zo. Dit is nogal wat. Kijk, dat is nog eens aardig. Ruud schuift een plekje op naar P2, maar pole position blijft uit. Oh, je hebt maar meer. De Rotterdammers laten zich niet zo makkelijk opzij zetten. Tot nu toe heeft maar één iemand allebei onze hufters laten voordringen. Een magere score. Maar misschien dat we bij de volgende klant meer succes hebben. Dan komt een hele grote gespierde vent aan. Daar ga je, Ruud. Sorry. Zou ik voor me over meteen... Ja? Super, dankjewel. Hey. Kom even tussen, hoor. Sorry, kom ik even... Eens even kijken.
Hartstikke bedankt, man. Je voor met één, maar je wil die karretje voorzetten. Ja, één boodschap en één kar. En dan mijn boodschappen dan? Ja, ik mocht ervoor. Ja, voor één croissant, geduld. Maar we hebben allemaal een beetje haast. Ik heb dit er zo doorheen. Ja, door. En wie ben jij dan? Sorry? Wie ben jij dan? Dit netjes aansluiten. Ja, maar daarom vroeg ik het netjes. Ja, ik dacht, je hebt één croissant, dat is voldoende. Oh, nee. Ga. Oh, nou, super. Dankjewel. Blijf, jongen. Ik wacht wel. Super, dankjewel, man. Ruud mag er zowaar langs van de grote vriendelijke reus. Lief, ik sta inmiddels bij de kassa, hè? Nu zijn vriendin nog. Ik sta bij de kassa. Zo. Hey, goedemorgen. Ik ben... Oh, ja. Dankjewel. Wat lief. Lieverd. Dit is niet wat ik... Nee, ik wil die extra romige. De andere heb ik keurig. Nou, ik ga eventjes... Deze meneer is kennelijk niet alleen de meest gespierde, maar ook de meest relaxte persoon in de supermarkt. Dankjewel. Eens kijken of hij nog steeds rustig blijft als Maya er nog een schepje bovenop doet. Yes. Is dit alles wat u heeft? Alles. Dan had u niet voorgewild. Zeker weten? Ja, ik was Had hij dat gedaan? Samen denk ik dat jullie dat gepland hebben. Nee, klopt niet. Ja, het lijkt wel een spelletje of zo, maar goed. Ik wacht wel. Of het nou een compliment is of niet, dit is de meest vordringvriendelijke manier van de supermarkt. Maar of hij nou hufterproof is, hij laat zich in ieder geval niet gek maken. Nou, vooruit dan. Straks komen we terug bij de boodschap ASO's. Nu door naar de Foodhalle in Amsterdam. Waar de nietsvermoedende eters worden getrakteerd op een heuse loeder van een moeder. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de smartphone funest is voor de opvoeding. Gek genoeg zijn het niet de kinderen die als zombies naar hun schermpje blijken te turen, maar juist ouders. En er zijn maar weinig dingen irritanter dan een kind dat de boel op stelte zet, terwijl moeder zich verstopt in haar scherm. In deze Candid, Teun, ben jij onze grote held, onze acteur? Want jij weet dat het allemaal nep is, hè? Ja. Wat verwacht je van vandaag? Ik denk dat het wel goed gaat. Ja? Vind je het een beetje spannend? Een beetje. Maar je vindt het ook leuk om te doen, of niet? Ja. Ja? Dat heb ik je niet ingefluisterd. Nee. Nee, want hier heb je wel een oortje en daar hoor je alle aanwijzingen van ons. Ja. Nou, jij, Caroline, bent natuurlijk actrice, maar je hebt zelf ook een kind. Yep. Ben je nou ook zelf zo'n moeder die altijd maar zit te appen en met de telefoon bezig is? Eerlijk zeggen. Ja, maar niet zo extreem als dat we vandaag gaan doen. Maar natuurlijk, ik app ook wel waar mijn zoontje bij is. Maar dan zit hij natuurlijk op de iPad, dus dat is anders. Nou, jij mag gewoon heel vervelend gaan doen tegen jouw mama. Ja. Tegen jouw televisiemama. En dan gaan we kijken wat de omgeving doet. Het is lunchtijd en de tafeltjes hier in Amsterdam zijn dan ook al goed gevuld. Daar nog in die foodhallen. Ken je dat in Noord, die foodhallen? Nee, ik heb het niet gevonden. Ik ben al een paar keer geweest. Caroline en Teun zoeken een rustig plekje uit naast drie gezellig beppende dames. Kom maar, Teun. Kunnen we er hier nog bij? Ja? Ja, dankjewel. Zo. Hier, ga jij maar even te kleuren. En ik mag even wat telefoontjes plegen. Okay, moeder en zoon zijn nu naast drie vrouwen neergestreken van wat ik denk dat het ras echte Amsterdammers zijn. Hey! Ja. Hoe is het? Ja. Zo gezellige middag. Even mond houden. Caroline is ook echt een topper voor dit. Ik bedoel, kijk nou, de desinteresse straalt er vanaf. Zo'n ongelofelijke bitch kan het zijn. Nee. Mama. Ik kan bellen. Teun, even de mond dicht als ik aan het bellen ben. Ja? Ja, nee, dat is Teun. Ja, die heeft vakantie nu natuurlijk. Niet! Mam, ben ik niet bang voor mijn vriendin? Nee. Mama, hou nou op met bellen. Teun, wacht even. Teun, hou nou even een keertje op. Ja? Als ik aan het bellen ben, hou jij je mond gewoon even. Ja? Oh, wacht even, ik heb een wissel. Wacht even. Hey, Jacqueline, jou heb ik lang niet gesproken. Mama. Teun. Kun jij jezelf niet even vermaken terwijl ik aan de telefoon zit? Is dat nou echt zo lastig? Ja, ik heb kleurtjes bij me. Ik heb kleurplaten bij me. Wat wil je dan nog meer? Is toch goed zo? Kleuren. Hier, auto, klaar. Caroline heeft tot nu toe niet de telefoon neergelegd. En de mensen naast haar die kijken al wel een beetje. Maar we gaan het nu langzaam opvoeren. En Caroline wordt steeds erger en erger en erger. Ik ga jou bellen van de week. Want Teun die gaat dan eindelijk naar zijn vader. Dus dan heb ik weer wat tijd. Oké. Hoi. Gaan we nu praten, mam?
praten met je moeder? Doe nu zo mal, joh. Zij heeft wel belangrijke zaken aan haar hoofd. Een goede profielfoto voor op een dating-app bijvoorbeeld. Oh, excuus hoor, dat ik even stop. Kan iemand misschien even een foto van mij maken met dit zo op de achtergrond? Ja, ja, want... Als je maar zegt wat ik... Alleen ik hoor, gewoon zo met de achtergrond, ja. Er is nog eentje. Zo, ja, dankjewel hoor. Oh, tof, leuk. Is het wat voor op Tinder, want ik zoek een vriend. Maar wel zonder, eentje zonder kinderen, dus daarom wil ik ook niet met kind op foto, want... Dat wil je niet meteen zeggen? Nee, wil ik niet gelijk zeggen, joh, nee. Gewoon, ik zoek een beetje wat jonger iemand. Hij is toch een stukje mooi? Mooi, ja. Leuk. Dankjewel hoor. Zie je wel met een vrouw te praten, niet met mij. Je hebt het wel beloofd. Oh, ja, maar ik vroeg even of ze een foto wilde maken. Hey. Is dat voor een... Het is deze dames inmiddels niet ontgaan dat onze Caroline niet meedingt om de moeder van het jaarbokaal. Zo'n lief moet zichzelf maar even zien te vermaken. Hallo, Teun. Hé, dat kan niet. Hey. Teun, dat doen we niet, hè? Op het raam. Ik ben boos op mama. Ja, maar dan moet je niet hier de boel gaan bekladden. Dat kan niet. Moet je mama onder gaan brengen. Ja, precies. Hé, niet doen. Als je straks wel eruit gezet, die meneer die zit ook al te kijken. Dat doe je toch niet bij je thuis zo? Nou. Ja, mama moet niet helpen. Dat is niet te geloven. Ik zou een hele leuke dag met mama hebben, maar het is er niet. En waarom is het niet leuk dan, jongen? Omdat ze de hele tijd op zijn telefoon zit. Ja, dat merken we wel. Ja, dat is ook niet leuk hoor. Nou, daar ben ik met je eens. Wat heb je gedaan nog meer vandaag? Niks. Niks? Dat is ook niet veel. En daar is moeder weer. Hij is een beetje boos, dan zie je de hele boel eronder. Ja, ze de boel eronder te gliederen. We hebben hem al gewaarschuwd. Maar hij zou... zo hier. Maar hij zou wel een leuke dag hebben, zei hij. En zitten. Jij gaat zitten en ik ben helemaal zat. En zitten nou. Gewoon kleurplaat. Nu krijg je helemaal geen leuke dag meer. Ja, dat kan toch gewoon uit, hoor. Ja, hé. Hey. Ja, ik zit hier nu bij de Halle. En die hak, heb je die nog gekocht? Ik wist het. Je kon het niet laten, hè? En je zei nog dat je bijna precies zat te schoenen had. Nou, is er niet verwijt. Ik heb me voorstel dat die boos is, hoor. Teun vlucht even naar de wc. Misschien dat hij daar meer aanspraak heeft. Teun, wat ga je doen? En dat geeft de dames alle ruimte om zijn moeder eens goed te vertellen wat ze ervan vinden. Maar hij zegt, we zouden een gezellige dag hebben en dan zit ze alleen maar te telefoneren. En dat kan ik me iets meer voorstellen. Ik vind dat gewoon triest. Ja, kijk, u bent natuurlijk iets ouder dan ik en dan was het toch een hele andere generatie. Nu is het gewoon, ja... Mijn dochter is in jouw generatie en die doet ook leuke dingen met mijn kleinzoon. Ja, maar ik heb ook gewoon mijn vriendinnen en mijn sociale... En ik ben op Tinder nu, ik zoek een... Ik vind het triest voor jou. Ja. Nou, ik ga even kijken waar die is, want... Maar ik krijg wel straf straks. Goed zo, dan moet je vooral doen. Vind je het? Zij zegt van, ik heb ook een vriendin. Ja. Wat is dat voor iets raars? Nou, dat bedoel ik. Het is ik ja? En de rest. Als jongens en ouders, dan hebben we het ook kinderen. Ja, dat is wel leuk. Ik dacht dat die jongen hier aan de tafel zit. Dan kunnen we kinderen bij stiften krijgen. Ja, precies. En de vrouw maakt afspraken voor de kind. Oké. Ik vind het natuurlijk ook geen fans. Nee, anders zit ze niet op Tinder. Nou, een afspraak wil ze proberen te maken. Dan gaat ze dat doen met die jongeren weer. Die dan niet spet heeft. Want daar vind ik aan de ene kant steun. Maar hoe heet het, zoals zij, ik wou dat het haar raam was. Ja. En dit, ik bedoel het. Zo. Genoeg geroddeld, dames. Hier is namelijk het leidend voorwerp. Teun. Papa is op zijn werk? Ja. Nou. Daar ga ik vanavond heen. Oh. Papa is veel liever dan mama. Ja, ik heb dat niet meer. Is dat net te trillen? Nu begin ik rustig te worden. Zit je overal te zoeken? Dat
kan niet zomaar weglopen. Vind je echt zo vervelend vandaag? Dat zegt de moeder niet om. Ik kan er niet mee doen. Nee, dat kan ik ook niet, maar ik vind dit niet normaal. Rot op, zeg. Zit ook in het. Nou, neemt u maar even een week in huis, want weet u vanzelf. Oh, dan maak het wel gezellig hoor, Tony. Ja, dat geloven we graag. Maar mama is ook wel eens toe aan een logeerpartijtje. Dat schikt, want haar Tinder-date is onderweg. Tijd om de dames voor het blok te zetten. Hey, ik heb om 16:45 die Tinder-afspraak, hè? Dus dan blijf je even hier zitten. Kun je dat? Even een half uur blijven zitten en jij blijft zitten. Ja? Kijk, volgens mij is die er al. Hey, ja. Ben je er al? Oké. En waar? Nee, ik ben alleen. Ja, ik had alvast even een drankje genomen. Hoi. Nou, Teun, jij blijft even lekker hier. Mama gaat eventjes weg. Ja? En misschien willen die dames zo even... Blijft u hier nog lang zitten? Ik denk dat ze dan ook even met de eten hebben. Oh, wat allemaal. Erg. Ik sta te trillen. Ik hoorde het. Ik hoorde het. Allemaal verborgen camera's, actrice, acteur. En een kleine acteur. Ja. Zitten allemaal in het complot. Ik zag jullie op de tong bijten. We gaan niks zeggen, we zeggen er niks. En op een gegeven moment grepen jullie in. Ah, ik zit er niet in, want ja. Ik ben een bams. Ja, ik zag het. Maar waar raakt u dan het meest van geëmotioneerd? Het is toch, als je het zo ziet, dan wacht een avond lekker naar mijn vader toe. Ja. Want ik vind het leuker bij mijn vader dan bij mijn moeder. En ik denk, oh, wat erg. Alle drie zijn jullie hufterproef. Straks komen we terug bij Teun en zijn afwezige moeder. Maar nu eerst naar Amstelveen. In de volgende hufteproef zijn een stel verwilde hangjongeren op zoek naar een verzetje. Is het de stad geweest, of niet? Ja, man. Zeker. Heb je gedaan? Ja, gas gesmokt, je weet. En dat kunnen ze krijgen ook. Heel Pokémon in het Nederland is naar Amstelveen afgereisd om daar uitgerekend vandaag een zeldzaam fabeldier te vangen. Wat zijn net de mensen doen, man? Ja, is van die fucking Pokémon of zo, weet je wel? Ja. Fuck, precies, man. Dit is onze acteur Stefan. Ook hij komt lekker Pokémonnen, maar hij is niet de enige die van een spelletje houdt. Onze hangjongeren zien in de bedeesde Stefan het ideale slachtoffer om lastig te vallen op deze lome zomerdag. Nemen de andere Pokémonners het voor hem op of laten ze het allemaal Pikachu? Kijk die gast. Nee. Fucking triest. Ben jij ook aan het Pokémonnen? Ja? Kijk hem dan. Het is een Pokémon. Ga je het wel zien met die bril? Ja? Ja, laat hem gewoon spelletjes spelen, man. Kom kijken, hij is een Pokémon. Jeet. Dit is een vrij lastige candidate, hangjongeren. Want het is natuurlijk als omstander vrij eng om iets te zeggen tegen een groepje jongeren die anderen lastig vallen. Want ja, je bent ook bang voor je eigen veiligheid. Gek genoeg blijken de Pokémonners een dapper en doortastend volkje. Het stel naast Stefan spreekt de Hufters direct aan. Heb je Pokémon's, man? Dat is mijn ding. Heb je Pokémon's? Heb je Pokémon's? Kom. Nee, hoe is het? Mag wel kijken, maar... Wat een duurtje, man. Kijk hem. Gedraag je als een volwassene. Doe normaal, joh. Kijk dan. Dit is ja, lekker fucking boeiend. Kom, het is gewoon een beetje pakken. Kijk, ga even zien het toch. Dan mag je lekker zelf eten. Kijk wat jullie staan te doen. Lekker peuntje roken, lekker kansloos in de stoel, weet je wel. Gaan leven zoeken. Nog wat. Jongen, wat kap even, man. Ga even zoeken. Wat is het? Laat me even zien. Hoezo? Ga even weg, man. Ja, jongen, dan ga even zoeken. Lopen we even, man. Ja, lekker zo. Precies, dat is moeilijk. Vriend. Gewoon doorlopen. Die hebben geen leven. Onze acteur wordt door zijn medegamers weggeleid van de plek des onheils. Laat me gewoon het spel spelen. Gast, laat gewoon even zien welke Pokémon je hebt. We zijn gewoon benieuwd naar je. Ik wil gewoon zien welke Pokémon je hebt. Laat gewoon even zien. Maar als de hangjongeren zelfs dan hun slachtoffer niet met rust laten, staan er meer mensen op die het gedrag niet pikken. Waarom? Oh, jongens, zit gewoon rustig te spelen. Jij wil niks laten zien. Klaar. Ga even met je poten voor de map. Ja. Ja.
Ja, je mag kijken welke Pokémon. Hij zegt dat hij het niet wil. Blijf dan met je poot van zijn spel af. Je gaat er niet meer. Mafkees dat je bent. Ga lekker naar huis toe of zo. Waarom? Ik mag kijken. Ga je voor de pest of zo? Ja, ik ga toch rechts. Mafkees dat je bent. Ik vind dit een beetje sneu. Je bent net zo'n Mongool. Even kalm maar, jongen. Ja, wat nou? Jullie moeten met zijn poten voor hem afblijven. Ik wil geen zijn poten. Als hij zegt nee, dan is het nee. Maar ik wil heb jij van je moeder niet geleerd wat nee is? Nou ja, ik denk dat hij niet. Nee, dat heb jij niet geleerd. Hij zegt van nee, dan is het nee. Dat is je mag blij zijn dat ik rustig ben, want de volgende keer sla ik je voor je smoel. Nou, ik vind het een beetje shit, jongen. Nee, allemaal echt het verkeerde. Zo, en wat doe je dan als je eigenhandig een collega-gamer uit de klauwen van een roedel opgeschoten reljeugd hebt gered? Kom hier zitten. Precies, lekker verder met je spelletje. Het monster Kangaskhan vangt zichzelf niet. Ja, dankjewel, man. Jij bent gewoon rustig Pokémon gevangen. Ja, precies. Gaat toch op. Kiddels. Soms heb je zo'n verborgen camera-actie waarvan je op voorhand weet dat het mis kan gaan. Undercover bij de Hells Angels, in de trein met hooligans. Alleen had niemand verwacht dat het hier tussen de Pokémon-fans zo uit de hand kon lopen. Hey. Oh. Heeft die jongens zijn bril even terug? Heeft die jongens even zijn bril terug? Ja, wow. Bril even terug, maar die ja. Oh. Bril terug. Hey. Rustig. Het is nep. Jongens, het is nep. We zijn acteurs. Deze draaidag hebben we na 2 uur maar heel snel afgebroken. In ieder geval lang genoeg om te weten, met Pokémon'ers is niet te zon. En dan te bedenken dat we eigenlijk nog een stap verder wilden gaan. Onze acteurs zouden ook nog een oud dametje lastig gaan vallen. Oké, nou, dit escaleerde echt volledig. Ja. Vooral bij jou. Ja. Hoe gaat het? Beter dan net. Jij kreeg echt klappen. Aan je gezicht en aan je benen heb je echt een paar schoppen gekregen ook. Ja. Ja, want Tilly, jij zou ook ingezet worden. Dat gaan we niet doen. Het plein is helemaal vol. We hebben gezien hoe snel het escaleert en ook hoe fysiek het dus wordt. En het is gewoon te gevaarlijk. Het is niet gevaarlijk voor jou, want jij zal beschermd worden. Maar ik sta niet in voor jullie veiligheid. Dus bij deze besluiten gewoon, Tilly wordt niet ingezet als slachtoffer. Het is geslaagd. Iedereen greep in. Soms een beetje fysiek, maar toch. Terug naar Rotterdam voor onze hufteproef in de supermarkt. Waar onze huftes het net nog bijbeleefd vorderingen hielden, maken ze het nu toch echt wat bonter. Oké, Debbie, Ruud. Nou, Ruud, jou kennen we inmiddels als onze hufter. Maar Debbie, welkom. Ja. Jij doet mee aan ons programma Hufteproef. Geheel vrijwillig. Ja. We hebben je niks gedwongen. Nee. Want zoals we zien heb jij maar één arm. Ja. Hoe is dat gekomen? Een ongeluk. Ja, 12 jaar geleden, busongeluk, op weg naar Spanje, met vrienden, op vakantie. En dat ging niet helemaal goed, zeg maar. Nu is het zo dat wij vandaag gaan wij testen hoe mensen gaan reageren op het moment dat Ruud zich hufterig gaat gedragen tegenover jou. Voor jou vrij moeilijk, lijkt me. Ja, dat is wel lastig om te doen. Ik hoop inderdaad dat er veel mensen zullen zeggen van, nou, dit kan gewoon niet. Ja. Maar dan moet ik het wel doen. Nou, en dat gaan wij testen. Hoeveel mensen gaan opkomen voor onze Debbie? Succes, jongens. Dankjewel. Helpen? Nee, joh. Dankjewel. Ik zelf. Ja, dankjewel. En daar gaan we. Ruud heeft haast en zal op weinig subtiele wijze laten doorschemeren dat hij geen tijd heeft voor mensen met een beperking. Mag ik dat vragen? Ja? Je kunt boodschappen ook thuis laten bezorgen, toch? Sorry? Dat je boodschappen ook thuis kan laten bezorgen. Nee, maar het is handig, hè? Want het is raar dat je dan op het drukste moment in je eentje boodschappen gaat doen met één arm. Nou, de eerste grap kan rekenen op een ongemakkelijk lachje. Ik bedoel het niet slecht, hè? Maar er zijn opties natuurlijk voor mensen als jou. Veel kanten op. Het is niet handig. Ik snap het probleem niet. Er is geen probleem. Ik heb geen probleem mee. Ik doe het allemaal niet kwaad. Je moet eigenlijk later. Ja, ik later ook. Ja, nou goed, als je haast hebt, dan is het wel... Ik heb helemaal geen haast. Nee, ik. Jij hebt haast. Ja, en dan denk ik... Je mag voor mij voor, hè? Oh, nou, dat is helemaal top. Zou dat ook voor de eenarmige bandiet mogen, denk je? Nou, dat weet ik niet. Nou, in ieder geval niet meer. Je mag ook niet meer voor mij eigenlijk. Ik ben wel een beetje klaar met je. Maar je zegt net dat ik gevonden. Ja, dat sta ik net, ja, maar ik heb het gedacht. Beetje onaardig, maar goed. Je gaf me valse hoop. Je bent een aardig begonnen, man. Ik bedoel het niet kwaad, hè? Ik ben gewoon eerlijk. Het gaat natuurlijk 1 keer zo langzaam. Mensen praten niet met z'n zeggen. Er is heel veel te zeggen over Rotterdam-Zuid, maar mensen laten.
Ja, maar het is toch ook een beetje schijnheilig om het niet te benoemen? Ik ben echt kwaad. Ik bedoel het niet kwaad, hè, maar ik vind het misschien schijnheilig als je er niks over zegt. Dan voelt zij zich een beetje ontkend straks. Je mag tegenwoordig niks meer zeggen. Jij in ieder geval niet. Bam! Dat is 1-0 voor Rotterdam-Zuid. En door naar de volgende. Het wordt steeds drukker in de supermarkt. Dus Ruud mag nog één keer helemaal los. Ik sta met één oude boodschappen te doen. Ik kan het laten duren. Knap van, hè? Ja, het is wel knap. Het is niet handig, maar het is wel knap. Het duurt wat langer allemaal. Maar... Kassen daar is ook gewoon open, hè? Dat is het probleem. Nou, ik heb geen het valt me gewoon op. Ah, het is oké, hoor. Maar dat maakt toch niet uit. Dat mag ik toch raar vinden, of niet? Dat ze één arm heeft. Dat is toch afwijkend? Dat is toch geen geheim? Daar hoeven we het toch niet moeilijk over te doen? Daar heb je toch ook niet voor gekozen, of niet? Ja, je weet het tegenwoordig niet. Om één arm te hebben, kom op. Maar nee, maar dat zei ik ook. Ik zeg toch niet, hé, waar is je arm? Ik heb geen probleem met iemand met één arm. Maar het is toch handig voor dat ze bijvoorbeeld thuis kan bezorgen? Maar mensen beginnen zo langzaamaan wel een probleem te krijgen met Ruud. Dit meisje kiest vol voor de aanval. Dus omdat ze één arm heeft, moet ze gewoon thuis blijven. Ik blijf lekker thuis. Maar waarom dan niet een uurtje eerder? Is het niet zo druk? Waarom moet ze voor jou een uurtje eerder naar de boodschap? Zij heeft de hele dag tijd. Gaat ze om 5 uur naar de winkel? Dat is toch haar probleem? Dat meisje in het zwarte trekt echt van leer tegen Ruud. Die komt echt op voor Debbie. Ik ben benieuwd wat haar reactie gaat zijn als ik zo meteen met camera op afkom. Zij heeft toch de hele dag de tijd? Ze zal wel niet werken. Met één arm kan je niet werken. Dus dan ben je geestelijk gestoord. Welk werk zou je kunnen doen dan met één arm? Je kan genoeg werk doen. Een koe melk in de helft van de tijd. Nee, maar dat kan toch niet? Ik bedoel dat niet lullig, maar... Geen daden, maar woorden. Dit meisje rekent verbaal maar meedogenloos af met het gehufte van Ruud. Die gaan we even in het zonnetje zetten. Het is een programma met verborgen camera's. Oh ja? Ja. Okay. Schrik je? Ja, een beetje wel. Dat snap ik. Dat is een acteur. Oh. Ik ben echt niet zo'n slecht mens. Hij is niet echt zo slecht. En Debbie is ook onderdeel. Zij mist echt een arm. En we zijn echt gewoon heel benieuwd in de situatie waarin zij zich dus begeeft. Of mensen voor haar opkomen. En dat doe je dus. En wat dacht je van Ruud? Ja, ik dacht echt, wat een klootzak. Ik dacht, als ik echt één arm had gemist, had ik echt bovenop je bek geslagen. Ik word wel heel stoer van je. Echt heel lief. Dank je wel, hoor. Nikita, die kwam echt voor je op. Ja, ze deed het echt supergoed. Echt heel tof. Dank je wel, hoor. Goed gedaan, hoor. Ja, en jij bent hufteproef. Oké. Gefeliciteerd. Goed gedaan. En door naar de Amsterdamse foodhallen, waar loedermoeder Caroline en de 7-jarige Teun het geduld van de andere gasten flink op de proef stellen. Caroline heeft de beschikking over een uitstekende 4G-verbinding, maar op de lijn met haar eigen zoon zit helaas wat ruis. Onze acteurs nemen plaats naast deze moeder en dochter om te kijken hoe zij op deze pijnlijke situatie reageren. Ik moet even concentreren. Teun, even wachten. Wacht even. Kijk. Hey, eet je even je eten op? Kom. Ik vind het helemaal gezellig. Eet jij gewoon even je eten op? Ik ben gewoon even bezig. Nou, de andere kant van de tafel voelt in ieder geval feilloos aan dat het niet echt gezellig is tussen moeder en zoon. Als Caroline een belletje moet plegen, is dat voor Teun de cue om zijn artistieke impulsen de vrije loop te laten. Nee, zij weet er ook van en ik denk dat, dat we gewoon gaan beginnen in Antwerpen. En dan gaan we zo door. Ja. Nee, tuurlijk. Oh, jongens. Het ontgaat moeder en dochter niet dat onze Teun bepaald geen Rembrandt is. Maar ingrijpen, dat is toch echt de taak van de moeder. Oké. Hoi. Wat zit jij nou te doen? Teun, doe eens even normaal, joh.
Pak even een doekje. Haal me even een doekje ergens. Je bent echt gek geworden, jij. Dat is toch niet te geloven, joh? Echt niet. Klaas. Hé, hey, Jacqueline. Ja. Ja, ik ja. Dat is nog niet zo'n slechte mama, hè? Man, zo saai. Ja, meestal. Nou, het is niet gezellig. Gewoon zitten in iemand in mobiel. Nou, ik vind jou niet zo, het is alleen maar gezeiken. Ik kan me niet herinneren dat ze dingen hebben gedaan. Maar dat ik me ooit zo heb opgesteld. Plezier een kort telefoontje, maar nooit zo. Als Steun weer terugkomt, is zijn moeder alweer van tafel voor het volgende belletje. Is dit het moment waarop ze hem aanspreken op zijn geklieder? Of wachten ze netjes tot zijn moeder door haar bundel heen is? Kleur. Eigenlijk is dat niet de bedoeling, hè? Nou, moeder is toch altijd boos. Ze is altijd boos? Ja, altijd. En ze zit altijd te bellen. Ja. Ik snap wel dat dat niet leuk is, maar de mensen van wie die tafeltjes zijn, die vinden dat niet leuk als jij de tafel tekent. Ik zal een leuke middag met mijn moeder hebben. Ja. Maar die meneer van dat tafeltje kan er ook niks aan doen dat jouw moeder aan bed is. Hè? En die moet proberen om het weer schoon te krijgen. Bent u haar moeder? Ik ben haar moeder. Ik ben gezellig met haar op stap. En u bent een lieve moeder. Nou, dan moet je aan haar vragen. Ja. Is ze lief moeder? Ja. Ja, zij wel, maar die van Teun niet. Heb je nou weer zitten tekenen? Wat heb ik nou gezegd, Teun? Dit doe je niet. Jij nou moe, of heb je het opgegeven? Want jij zit hier mee te kijken. Heb je het begrepen? Die mensen zijn helemaal gek van jou. Die mensen naast je. Ja? Ik ga me niet meer doen. Zo, dan moet het. Die spurbak bij je en haal van het verdoekje. En je komt zo weer terug. Helemaal gek van. Is hij vervelend geweest? Ja, ja, dat is eigenlijk heel lief. Lief? Nou, vindt u dat nee, lief? Nee, maar hij vroeg een beetje om aandacht van u dus. Ja, ik ben gewoon aan het werk. Ik zag het net al gebeuren, ook op het glas daar. Heeft u op het glas zitten? Oh, dan krijgt hij zo echt straf hoor. Het is, die gaat vanavond gewoon naar bed zonder eten. Dat kan gewoon niet. Maar hij heeft het ook volgens mij wel moeilijk. Een beetje. Nee? Hij voelt echt om aandacht. Hoeveel aandacht moet je geven? Ja, ik ben gewoon aan het werk. Dus... Ja, maar ik heb ook kinderen. Dus je dochter? Ja. We zijn nu gewoon gezellig een dagje weg. En zij zou ook boos worden als ik heel druk was en geen tijd voor haar had. Dus ja, ik weet gewoon echt niet wat ik met hem aan moet. Wat heb jij nou gedaan daar? Heb je ook nog op het raam zitten tekenen? Jij gaat vanavond naar bed zonder eten, heb je dat begrepen? Zitten. Nu. Eten. Anders zwijt het vanavond. Je bent echt een rotkind, weet je dat? Iedereen heeft last van jou, maar je zit op al die op de tafel te schilderen. Je hebt nu zelfs op het glas zitten tekenen. Is toch zo? Dat kan toch niet? Nee. Nee? Maar ik begrijp hem wel een beetje. Je begrijpt hem? Ja, ik denk dat wij twee verschillende mensen zijn. Ik heb nooit tegen mijn kind gezegd dat het doet haar pijn dat je dat tegen een kind zegt. Maar als ik tegen haar had gezegd, je bent een rotkind, wat doet het met haar? Dan gaat ze zich erop afzetten. Wij hebben een ontzettend goede band samen. En daar ben ik zo gelukkig mee. Maar wij praten heel veel over. En we zijn het ook niet met elkaar. Ja. Maar hij is wat kleiner. Zij, hoe oud ben jij? 7. Zij is ook 7 geweest. En ik heb een zoon, die is 4 jaar ouder. Die is ook 7 geweest. Dat is gewoon het karakter. En ik had gewoon echt een leuke middag kunnen hebben, maar dat... Ja, Caroline, die leuke middag zit er alweer bijna op. Want voordat iemand jeugdzorg belt, komt Leonie snel naar beneden om te vertellen dat het allemaal doorgestoken kaart is. Wij zijn een sociaal experiment aan het doen om te kijken of deze moeder... Ja, dat begint verder. Ja. Ja, snap ik. Daarom dacht ik, ik kom er nu aan, want dan word je, weet je, dat is vreselijk als moeder dat zegt tegen een kind. Ja, sorry, nee, helemaal niet goed gedaan. Ik heb goed gedaan. Ik ben boos op je. Helemaal terecht. En super terecht. Maar heel beschaafd boos. Heel goed. Ja, dat ben ik wel. Ja.
Heel rustig. Je hebt een hele lieve moeder, of niet? Ja, zeker. Hoe, hoe ervaar jij dit dan? Want hoe oud ben je als je vraagt? 15. Hoe keek jij naar deze situatie? Ik vond het zielig. Ik dacht, hoe kun je nou dat sowieso tegen je kind zo doen? Maar ja. Maar gelukkig vindt Teun het heel leuk om te doen. Maar wij zijn gewoon wel heel erg benieuwd, wat doet een omgeving op het moment dat een moeder en kind zo'n situatie zich voordoet? En wat doet dan de omgeving? U heeft het heel goed gedaan. En want u was helemaal niet boos, u was juist heel beschaafd boos. En jullie zijn allebei, maar met name ook u, echt hufteproef. Oké. Nog geen genoeg van hufteproef? Je kunt nu al zien wat er volgende week in de aflevering zit. Drinken! Hij gaat kotsen, joh. Feut, haar zoen als bedankje. Dat is toch hartstikke lief wat ze doet? Ga je voor naar bnl.tv of check onze Facebookpagina.